Van onze fantastische band van Erik van Tijn. Nou, ik was even van mijn stuk achter het podium. Dat is ook even van mijn stuk. Sorry Gerard, die wil jij maken. Goeie grap. Hey, maar even die hoge noot. Ja. Waar kwam die vandaan? Ja, ik had die, jij had die nog liggen ergens. En ik denk, ja, ik stop hem erin en hij kwam eruit. Ik maakte me zorgen, want jij deed je handen omhoog en het is vrij kort. Oh! Ik heb er een shortje onderaan. Oh, gelukkig. We gaan kijken wat de jury daarvan vindt. Angela. Wat ben je toch een ontzettende leuke, charmante vrouw. En het verbaast me helemaal niet dat je nu in de halve finale zit. Want Nederland is natuurlijk gewoon helemaal plat voor je gegaan. Je vindt het ontzettend leuk. En je hebt toch het beste voor het laatste bewaard. Want waar kwam die vandaan, die hoge noot? Want je haalde wel... Ik denk, wat doet ze de microfoon ver? Was je toch een beetje bang ervoor? Of... Nee, dat was zo bedoeld. Wij zeiden steeds tegen jou, hou een beetje druk op die stem. Nou, dames en heren, ze heeft druk op de stem. Later, goed gedaan hoor, Evi. Hartstikke dank je wel. Gaaf. Kijk. Ronnie. Yes. Ja, Evi, ik zei het al, aflevering 1 is echt gewoon een geheime kracht in die power in jouw stem. En die is er gewoon. Er zit gewoon, wanneer je die druk erin zet, dan je gaat gewoon zuiver erop. Je komt precies op de toon. En geweldige show weer. Ja, verrassend, man. Mooi. Ja. Je wil naar die finale natuurlijk, hè? Ja, ze gaat naar die finale. De punten. Angela. Ik ga je toch een 9 geven? Oh! Volgens mij jouw hoofd. Dat is het hoogste cijfer wat Soort heeft gehaald. 9. Ronnie. Ja, ik vond het echt lekker. Ik geef een zeer verdiende 8,5. 8,5. Gerard. Your monsters on the loose, Evi. Ja, dat haalt heel wat uit bij de jury. Dus je krijgt van mij ook een 8,5. 8,5. Mooie score.